We staan hier op de IFA bij Philips en dit is de Smart Sleep. We hebben in 2014 alles aandacht besteed aan slaapregistratie. Dat was toen het nieuwe ding. Maar nu is het een stapje verder gebracht door Philips met deze hoofdband. Die meet namelijk je slaapregistratie op je hoofd, wat beter is. Maar ook bijzonder, hij geeft piepjes af als je in je diepe slaap gaat, waardoor je diepe slaap verbeterd wordt en je dus uitgeruster wakker zou worden. Je ziet hier de sensor. Dat zijn stripjes, die kan je 2 of 3 nachten gebruiken. Die plak je op het bot achter je oor en daar sluit je de Smart Sleep op aan. Hier bij mijn oren zitten luidsprekertjes, daar komt de pieptoon uit. En hier bovenop zit een knop, daar kan ik hem aanzetten. Brandt een lampje als het goed is nu. En dan gaat hij, als ik dus in slaap val, meet hij mijn slaapritme. En als ik in mijn diepe slaap ga, dan komen hier die geluidstonen door. En zal mijn diepe slaap nog beter worden, zeggen ze. Hier aan de binnenkant kan je hem opladen. En deze hele unit kan niet in de was. Maar je kan dit wel schoonmaken met een vochtige doek. Ja, of dat nou nog fris blijft als je hem heel veel draagt, dat moeten we in de praktijk gaan ondervinden. Dit is de app, die zit er natuurlijk bij. Je moet de slaapband synchroniseren als je de volgende ochtend wakker wordt. En dan kan je met de data zien wat je slaapcurve is. En die blauwe puntjes hier, die lichtblauwe puntjes zijn waar die je diepe slaap een boost heeft gegeven met die tonen. En hoeveel tijd die dat gedaan heeft. Nou, je kan hier ook nog allemaal andere data zien die we bij die apps die al langer bestaat ook gezien hebben. Wanneer ik naar bed ben gegaan, hoe laat ik naar bed ben gegaan, welke tijd ik heb doorgebracht in mijn verschillende slaapfasen. En hier kan ik dus ook zien hoeveel punten sleep boost ik heb gehad en hoeveel minuten. En je krijgt per nacht een healthy sleep score en die geeft aan hoe goed je geslapen hebt die nacht. Ik heb die Smart Sleep nu een paar minuten op en het voelt op zich best comfortabel, maar ik voel hem wel zitten. Hier zit ook een wat harder stuk, dat voel je. En als ik lig, of ik dan de luidsprekers kan voelen bijvoorbeeld, ja, dat kan ik nu niet zo goed beoordelen. Hij komt eind van het jaar in Nederland op de markt, als het goed is. En dan gaan we hem natuurlijk zeker proberen. Hij gaat wel €450 kosten, dus of hij dat waard is, hou onze website in de gaten. Daar zie je later de review.